Ik zat er net daar en ik verstond niks, jammer genoeg. Maar ik hoorde wel iets over bomen. Klopt dat? Ja, hè? En dan, dit is niet expres, wat het. Dit was ik toch al van plan om voor te lezen. Ik heb het aarzelaars hakhout genoemd. Sinds ik laatst zei, ik vlier het niet, ben ik niet meer zo ratelpopulier. Dan moeten ze maar niet aldoor zo cipressen, want dat vind ik nou juist zo kruipwillekeurig. Wie iept er hier, hoera, een Hollandse linde? Ik heb het heus wel esdoorn, hoor. En zeg, dan gaat de beuk erin. Ja, berk je maar. Had je toch beter moeten ahorn. En niet elke acacia aangrijpen en meteen zo lijsterbessen. Besef dan eens dat je zo weer in de kastanje zit met al die oom, die kamperfoelie van je plataan. Trek je van dat abeel en die cornoelje toch niks aan. En taxus rustig. Protestmanifest, dat had met de Mars van de Beschaving te doen, die mij niet zo effectief leek. Protestmanifest, we moeten er iets aan doen, we mogen het niet laten gebeuren. Samen moeten we iets doen, omdat we er tegen zijn. Daarom samen, met z'n allen. Iedereen die het aanziet komen. En die er tegen is, die het niet wil. Niet wil laten gebeuren. Daarom moeten we nu, moeten van wie? Moeten van ons. Wie is we? Wij? Nu? Ja, hoor eens, dat gaat zomaar niet. De lucht in. Nu ik langzaam dommer word, vind ik het vooral zo stom dat de wijsheid van de grijsaard of de wijze aardigheid voor mij onbereikbaar blijven. Nu tijdgenoten, lotgenoten, heen en weer geïnteresseerd, bij wie liefde en geheimen veilig leken, tot voorgoed zomaar snel de dood insluipen, eigenlijk dus onbetrouwbaar blijken. Wie ontraadselt het geheel? Vroeger vrouwen, als ze wereldwonder onzin vonden, kozen ze de bezemsteel. Chemie. Chemie heeft het voorzien op slapeloze nachten. Het is wel zo dat minder wakker wordt wie niet geslapen heeft en overdag minder daadkrachtig door straten draaft. Maar daarom slapeloosheid te ontwaarden, onze bespottelijke gektes, ons bijna ijlen af te pakken, het bloeiend spokende, het ware, eind van een eind zonder einde. De olifant die met die grote slurf die het verhaaltje uit zou blazen, tevoorschijn halen uit zijn broos cellofaan. Hoe durven ze de pillenbazen? Voor I, die met de tinnitus. Tinnitus is een ziekte waar je ontzettend last van geluiden hebt en een gefluit in je oor hoort de hele tijd. Waar hoop. Oh ja, daar moet ik nog iets bij vertellen. Want een Engelse brief schrijven, dat had ik gehoord, dat is gewoon een dutje doen. Een uitdrukking uit lang geleden tijden. Voor I, die met die tinnitus. Waar hoop je nog op? Wat zoek je hier nog? Het oor heeft toch jaren geleden de strijd al verloren? Bladblazers, bazig, jagen de vogels steeds hoger de boom in. Het gestadige, sierlijke zwiepen van gewillige bezems heeft plaats moeten maken. En binnen, steeds eigenzinniger stofzuigers, bijna zelfstandig, kiezen liefst uren waarin vast een Engelse brief nog probeert zich te schrijven.
en jammer, zo jammer, in de werkkast verkommert de aardige, zachte, de grijze, geruisloze zwabber. Nu een iets langer, een anderhalve bladzij, en dat is dan meteen het eind. Te willen hebben. Te willen hebben een huis in de duinen. Te willen hebben verzamelde werken. Te willen hebben één blauwe veer. Te willen hebben een zinvol bestaan. Te willen hebben gehad. Te willen hebben de enige echte. Te willen hebben het zout der aarde. Te willen hebben ook van de zee. Te willen hebben geen argwaan gehad. Te willen hebben een vrolijk weerzien. Te willen hebben een boot met een mast. Te willen hebben zo'n malse matras. Te willen hebben gehad. Te willen hebben bloeiende struiken. Goede, goddeloze te willen hebben weten of planten. Kunnen voelen te willen hebben een bedoeling als planten of slak. Te willen hebben kunnen vliegen. Te willen hebben eigen vleugels. Te willen hebben vloer en dak. Te willen hebben herinnerde dagen. Te willen hebben wat tot nu toe ontbrak. Ik dank u.